Oh, nu, oké. Nou, dan zijn we weer. We gaan nu beginnen met Beatrix. Ik zit eventjes te zoeken. Oh, dit is wel een goeie. Dit is wel een goede. Hoe heet het? Goede basis voor Beatrix. Nou, Beatrix is natuurlijk een oudere. Beatrix, oké. Hoe heet Beatrix van de achternaam? Van Oranje? Ik heb Van Drunen gedaan. Echt? Oh, dan doen we Beatrix van Drunen. Weet je, ze is gewoon. Ik ben met haar getrouwd. Oké, wat wil ze in haar leven bereiken? Fortuin, want ze is heel rijk. Ze wil het grootste en mooiste huis hebben. Ja, dat wil ze vast wel. Nee, dat wil ze niet. Ze is zo'n lieve... Een familiemens. Ja. Een gezin, ja hè? Tuurlijk. Groot blij gezin, tuurlijk. Oké, dat is Beatrix. Zij denkt echt niet aan huis hoor. Nee, oké. Maar wat is ze? Misschien een kunstliefhebber. En een boekenwurm. Hmm. Nou, wat ze wel is... Een snop. Ze is denk... Is ze een snop? Ze is wel netjes, ja. Ze is wel netjes, hè? Op familie gericht. Dat vind ik ook wel. Ik vind dat ze altijd wel leuk met de kleinkinderen en zo. Zie je altijd wel dat ze daar goed mee omgaat. Dus dat denk ik wel. En voor de rest, ja, ik ken Beatrix niet hoor, persoonlijk. Dus ik heb geen idee. Ik denk dat ze wel vaak vrolijk is. Tenminste, op tv en zo heeft ze altijd al lach op haar gezicht. Ik denk dat ze het echt ook wel gewoon een vrolijk persoon is. Dat zo'n gevoel heb ik. We gaan even Beatrix haar doen. Misschien is het Beatrix haar zelfs al klaar. Hebben we nog beter Beatrix haar? Je moet ook een hoedje hebben, hè? Oh ja. Even kijken. Ik denk niet echt dat er beter haar is dan dit. Oh, dit misschien wel. Is dit Beatrix haar? Mooi, hè? Mooi. Ik zit even bedenken. Nou, maar dit. Oké, dit is te veel. Wow. Ik denk dat deze het best was. Deze. Ze heeft dan wel een haarband... Of nee, dan ga ik denk ik voor deze en dan doe ik een hoedje erbij. Heeft ze zulk haar? Ze heeft een beetje meer... Nee, dit haar heeft ze niet. Ze heeft gewoon grijs haar dan, oké. Een hoedje. Ze moet natuurlijk een heel mooi hoedje opdoen, want dat heeft ze altijd en zo. Dit. Oké, nee, niet dit. Dit. Dit is wel een Beatrix hoedje. Ja. Dit is wel netjes. Oké, dit wordt hem. Ze heeft oorbellen, heeft ze vast altijd wel in. Haar make-up, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Maar ik doe wel gewoon een beetje iets simpels. Ik weet niet, voor mij heeft ze niet echt veel make-up of zo op. Normaal. Dat haar is veel te kort. Ja, misschien wel, maar ik weet niet... Ik weet niet welke haar ik anders moet doen, jongens. Dit. Is dit meer Beatrix? Misschien wel, hè? En dan met krulletjes moet ze hebben, eigenlijk. Het is een beetje lastig. Oh, de airco is uit. Misschien horen jullie het verschil wel. Even kijken, hoor. Is dit Beatrix haar? Nee. Iedereen zegt Zwarte Piet. Lijkt dit hoedje op een Zwarte Piet hoedje? Ja, echt zo. Oh, sorry. Ik doe deze wel. Maar dit is weer niet zo mooi. Dan maar deze. Oké, dit wordt hem... Life goals, dit hoedje. Of deze. Nee, deze. In het paars. Even kijken. Hebben mensen misschien Beatrix gemaakt in de galerij? Dan kunnen we even inspiratie zoeken. Nee, ik heb wel een keer bij je gemaakt, trouwens. Echt? Ja. Community. Beatrix. Oh, jeetje. Nou, die lijken niet op onze Beatrix. Nee. Beatrix. Nee, die lijken er niet op, hoor. Komt Wart nog? Wart is het? Die is hier. Alleen, die is niet iets aan het doen nu. Maar later gaat hij wel eens meedoen met dingen en zo. Ja, jongens, ik doe het zo. Ook al vind ik dit geen Beatrix haar. Of dit misschien. Oh, dit. Ja, dit is hem. Ja, dit is hem. Beatrix haar. Ze heeft veel kleinere oogjes. Een beetje van die kleine... Ja, kleine oogjes gewoon. Weet je, van die pret-oogjes. Pret-oogjes. Oké, dat gaan we even gedetailleerd doen. Zo. Ik weet niet echt niet hoe haar gezicht eruit ziet. Een beetje zo, denk ik. Wat lastig is dit, joh. Om zo'n mens te maken. Ja, ik hou het zo. En haar make-up is denk ik een beetje subtiel. Dus we doen alleen dit. Oh, ik hoorde wat. Oh, dat is iets anders. Even kijken.
Zo. Hoi. Dit is Beatrix. Oh. Heeft ze het lippenstift op? Ja, een beetje rood normaal. Is het de koningin? Of is het gewoon een eigen? Nee, de koningin. Oh. Nou, het is niet meer de koningin nu. Nou, de prinses. De prinses. Koningin klinkt leuker. Heeft ze een bril? Nee, dan wordt ze net een juf. Een bril. En ik. En ik. Oké, okay, ze moet een hele mooie formele jurk aan. Dit. Ja. Maar dit is weer net misschien te. Oh, een donatie van Roy. Only Roy heet die. Girl, nog eentje. Ik weet trouwens niet of alles goed gaat met de donaties van mij. Ik hoop het, maar ik sub straks ook nog. Top donatie, 11,50. Hey, helemaal super. Hij heeft nu de top donatie. We doen het niet zeg maar bij elkaar optellen, toch? Nee. We doen het zeg maar... Dat kunnen we niet doen. Nee, want dan zijn we heel lang bezig daarmee. Het is gewoon degene die het meest doneert. Dus ja, die komt steeds zeg maar hieronder zo te staan. Dus hoger dan 10 euro kan niet met de telefoon. Dan moet het echt via PayPal. Dus sorry daarvoor. Maar anders dan... bedankt, Only Roy. Dat wel. Hij zegt zelf girl. Dan zijn we echt heel de tijd bezig met... Boos heeft ander haar. Ja, dat weet ik. Anders. Ja, maar dat was niet echt mooi. Een beetje meer goud of zo. Oh, we moeten dansen. Het is PvP'er. PvP'er 11. Yay! Nog bedankt voor jouw donatie. Nee. Subscribe. Sorry, ik weet niet meer, joh, allemaal. Zo, wel gedurfd voor PvP, hoor. Ja, ik doe deze wel, zo. Dankjewel. Dan zie ik echt door de boom het bos niet meer. Dit mag wel eventjes wat omhoog, hoor. Jeetje, wat een... Kijken. Zeg maar niet. Wat wou je zeggen? Zeg het maar. Nou, Bo, wat heb je nou op je computer staan hier? Girl. Girl. Dat zijn hoge schoenen. Oh. Even kijken. Dit zijn wel Beatrix schoenen. Ik heb nog een ketting om. Dat is ook echt Beatrix. Zo, ik vind het helemaal prima, anders dan weet ik het allemaal niet meer. Huh? Oh, girl. Spoiler. Nou, als Beatrix het aan heeft, dan weet ik het niet meer, hoor. Dit vind ik wel een Beatrix jurk, denk ik. Gewoon een beetje netjes. Ik kreeg een hartaanval door het geluid. Ja, ik ook. Heel erg. Het wordt nog wat s'nachts weer. Ja, s'nachts gaan we echt schrikken met horror en zo. Ik voel het al aankomen. Even een andere ketting hoor, want deze staat er echt niet bij. Weet je wat, ik doe gewoon één ketting. Of deze kan wel. Oh, ze heeft geen make-up meer op. We doen gewoon even snel wat, ik ben er helemaal klaar mee anders. Zo, dit. Zo. Oh my god. Dit is haar sportoutfit. Oh my god, wat is gemaakt hier? Oh. Maar ook hier. Oh jongens, ik ga even een nieuwe foto van Bart tweeten met make-up. Zal ik het even foto maken? Dit is echt live goals. Oh, lelijk. Kijk deze. Oh! Die krijgt nog wat erg. Dat haar? Oh, wat erg. Wat erg. Prachtig jongens. Oh. Ik ga hem zoeken. Oh, wat erg. Ik zie alleen maar die van Roy. Ik zie hem er niet tussen. Zie je hem er niet tussen? Nee, ik zie alleen maar jou. Nee, ik heb hem ook niet met de hashtag gedaan. Oh. Het is gewoon at. Oh, ik zie jou. Even kijken. Ja. Oh, prachtig jongens. Oh, wat erg. Oh nee. Die gaat getweet worden. Oh. Jongens, kijk Twitter maar. @Bokado, maak kennis met Wilma. Wilma. Hashtag. Ja, super. Oh my god. Wilma jongens, Wilma. Doe de max. Hey, Nikia Boom, heel erg bedankt voor deze mooie edit. En Evelien ook weer. En Eveline en Nikia, heel mooi gedaan. Super. Jullie zijn geweldig. Hij heeft 32 retweets in nou. Girl. Hij heeft al 40 retweets. 51. 57. 60. Ah nee! Jou heeft 120! Oh my god. Doe normaal, jongen. Ik vind dit echt prachtig. Oh jongens, dit is echt live goals. Oh.
Het wordt echt steeds erger. Oh, oh, oh. Wart wordt gepest. Wart wordt gepest. Ik vind het prachtig. Ik ben nog niet gepest. Hij heeft 100. Ja, Bo, jongens, maak een soort Boris. Boris Boris. Ik als jongen. Geeft een baardje, wat korter haar misschien. Oh, wat erg. Oh nee, die van Britney. Oh, oh my god. Retweet. Retweet. Prachtig. Thanks Britney voor de mooie edit van Wart. Wauw. Ik ben helemaal klaar met Beatrix. Ik ga hun nu in dit ding doen. Chantal en Beatrix. Wat zullen we even gaan? Ja, ik ga naar de zee. Ja. Zo. Chantal en Beatrix zijn gemaakt. Dus die kunnen jullie nu downloaden. Ik heet Bokodo met 4 keer een O. In Origin. Dus dan kunnen jullie Chantal lekker downloaden als jullie dat willen. Ik heet... ik zal het wel even erbij pakken. Dan kunnen jullie het makkelijk overnemen. Deze wil mij ook al 30 retweets. Oh jeetje. Live goals. Ik heet Bokodo met 4 O's en daar kan je alle dingetjes vinden. Bokodo met 4 O's aan het eind, hè? Want aan het eind. Ja, ik liet het zien net. Oh. Oké. Okay. Komt helemaal goed. Dan is het helemaal perfect. Zo, en dan gaan we verder met Chantal en Beatrix.